neuropathische pijn en artrosepijn, behandeld volgens protocol. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u hier gekomen bent om iets te vertellen over uw ervaringen met de behandeling die we hebben ingesteld. U bent vorig jaar hier gekomen. En wat waren uw klachten toen u hier kwam? Mijn klachten waren, ik heb last als 15 jaar ruim van polyneuropathie aan beide voeten, maar vooral de linkervoet is het ergste. En toen is er 2 jaar geleden ook artrose bijgekomen aan de linkervoet, wat uit is gemond eigenlijk in Charcot-voet. Mm-hmm. En op, ja, via van een vriendin ben ik aan uw adres gekomen. Mm-hmm. En toen bent u begonnen met voedingssupplementen, mm-hmm, en ook een crème. Voordat u bij ons kwam, had u al andere pijnstillers geprobeerd. Wat deden die op de pijn in de voeten? Nou, eigenlijk weinig of niks. Mm-hmm. En hoe ernstig was de pijn toen u hier kwam? Als 10 nou de meest extreme pijn is die je kan voorstellen, dan is geen pijn. Was dat u toen ongeveer toen u hier kwam? Nou, dan zullen we toch wel een dikke 8. Een dikke 8. En zeker 's avonds. Ja, en dat maakte ook dat het slapen wat minder goed ging. Ja, want er kwam ook ik noem maar rustig lek erbij. En ook nog extra pijn in de voeten, extra steken. Ja. En toen door de voedingssupplementen is dat enorm verminderd. Ja, toen hebben we als voedingssupplementen gegeven pamecetamide en picamidon, die combinatie. En toen zijn we op een gegeven moment ook gaan zoeken naar crèmes om de pijn verder in de voeten te verminderen. Ja. Vertelt u eens wat uw ervaring met die crèmes geweest is. Ik heb eerst amitriptyline gehad. Mm-hmm. En toen nog een andere, daar weet ik de naam even niet van. Baclofen. Ja. Ja, en na de hand die ketamine, en ja, die werkt meest langdurig ook. Ja, ja. Maar die mag ik dan ook meerdere keren per dag gebruiken. Ja, en wat merkt u als u de ketamine crème op de voeten smeert? Dan gaan die steken van de, en het brandere gevoel, en die spritselsteken van de neuropathie, die verdwijnen. Ja. Ik hou er wel een beetje vage pijn, maar dat is niet erg. Ja. En ook op de, bij de enkel, zeg maar, waar het ergste is van die artrose van die Charcot-voet, dan ben ik die echte heftige pijn, die is dan weg voor een uur of 4. Een uur of 4, ja. U smeert meerdere malen per dag, ja, en daarmee houdt u de pijn eigenlijk voor een groot deel buiten, ja, de deur. Ja. Nou bent u meegekomen als echtgenoot en als dermatoloog. Ja. En ik vind het natuurlijk altijd leuk, want wij smeren op de huid en dermatologen doen iets anders. Wat vindt u er zo van? Ik wist aanvankelijk dus niet dat er crèmes waren die je dus met pijnstillers erin. En ik wist wel dat amitriptyline een stof is die ingezet wordt bij aangezichtspijn. Mm-hmm. Maar dat is dan dus via tabletten. Mm-hmm. Maar dat het een lokale vorm van was, wist ik niet. Maar mijn echtgenoot is daarmee begonnen. En het gaf dus bij haar al een bijzondere reductie van pijn. Zij heeft dus dat ze dus uiteindelijk is ze dus overgegaan op een andere stof die bij haar dus beter werkzaam is. Ja. Lokale stof. Ja, en dat was de ketamine. En dat is ketamine, ja. Ja. Dat is geld bij haar. Ja. Ja. Heel goed. Dus met de ketamine en met de supplementen is het leven voor u duidelijk aangenamer geworden. Ja, dat mag je zeker vaststellen. En hoe lang bent u nou stabiel? Dat het zo op dit niveau, ja, is. Ja. Nou, dat ben ik toch een half jaar. Een half jaar al. Ja. Ja. En geen bijwerkingen gemerkt? Nee, niks. Helemaal niks. Nee. Perfect. Dat gaat allemaal heel fijn. En het wonderlijkste is van die crème, dat het, ik wist niet dat het ook invloed had op die artrose. Ja. Maar dat merkte ik gewoon zelf door het gebruik voor de pijn tegen de neuropathie, dat het ook daarvoor hielp. Ja. Ja. Nou, heel fijn. Dank u wel voor het verhaal. Heel duidelijk. Graag gedaan.